Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe vlog. Het is voorjaarsvakantie deze week. Je zou het niet zeggen, want qua weer lijkt het bijna wel herfst. Maar er zijn dus ook weer kinderen die blijven logeren. Nou, eerst hebben we wat filmpjes van gewone werkzaamheden. En kijk deze vlog vooral even af, want we hebben geweldig babynieuws. We zijn hier met z'n allen de knuffelhokken aan het uitmesten. Ze krijgen allemaal weer schone hokjes. Kijk, daar komt nieuw zaagsel aan. Oh! Dat hoef je niet te zeggen. Hé! Ik weet nog niet of vindt. Een paardenborstel, niet? Hé, een paardenborstel! Zit die nou hier ook? Bij de konijnen! Deze heb ik hokken aan je meter gedaan. Dat is stukje zwaar. Geweldig. Als je nou weer volgens ga ik weer leven, ja? Ja. Best wel een beetje zwaar werk, hè? Dat is allemaal een grotere sterren van. Ja, zo is dat. Ja, alles moet eruit. Moet je kijken wat een berg. Je hebt fitness. Fitness, ja. En je moet wat even kort van dit. Ja. Ondertussen wordt er ook even geknuffeld. Ja, dit valt wel goed. Hier wel, hè? Ja, dan kun je bij deze weer wel zo'n plek zetten. Trappetje weer terug. Ja, allemaal uit. Met deze helemaal klaar. Ja. Het is nou weer droog. Wie wilde de kruiwagen leveren? Niet allemaal tegelijk. Nee, ja, maar dan moet ik het zeker zelf doen. Kijk, Sandra die is hier de botjes opnieuw aan het beschrijven. Met hele leuke tekstjes. En wat schrijf je daar nu op? Wil je de zon alvast aanzetten, dan schenk ik zo de koffie in. Ah, leuk. En die lach staat je goed. Nou, daar worden we vrolijk van. Nou, het is vandaag al woensdag. Wij zijn Veli even lekker aan het borstelen. En zoals jullie kunnen zien, nog steeds geen veulentje. Ik denk dat Veli eventjes wacht op het mooie weer. Ja, die lekker. Nou, het is nu woensdagavond en Veli is gaan kegelen. En kegelen betekent dat er kleine drupjes melk uit haar uien komen. Ze heeft nu deze single om, deze lenen we van de buurman. Deze single geeft aan wanneer ze gaat beginnen. Die geeft aan wanneer ze gaat liggen en weer gaat staan. En dan krijgen wij binnen een melding nou ja, als het zover is. Dus hopelijk gaat het vannacht gebeuren. En we hebben nog meer babynieuws, want er zijn vanavond twee jonge geitjes geboren. Ja, kijk eens. Twee kleine geitjes. En ze zijn zo klein. Volgens mij hebben we nog nooit zulke kleine geitjes hier op de boerderij gehad. Het is voor de eerste keer ook dat deze geit jonkies heeft. Nou, het is een beetje schemerig en ik laat ze nu lekker met rust. Morgen zullen we wat meer filmpjes maken. Nou, het is nu 11 uur en we hebben net op de camera gezien dat Veli heel onrustig is. En ook weer gaat liggen en weer staan en nu weer ging liggen. Dus we gaan kijken. Heel spannend. Nou, de bevalling begint nu dan echt. Veli die is al aan het persen. En nou hebben wij een buurman die heel veel van paarden weet. En die zo vriendelijk was om meteen te komen helpen. Echt super fijn. Ja, komt ja hoor. Ja. Echt helemaal zwart. Ja. Jeetje. Dat is zo mooi. Ja, heel snel. 10 minuten, een kwartiertje of zo. Goed gedaan. De navelstreng zit er nu nog aan.
Kijk dan, hoe mooi is dit? Heel bijzonder om te zien. Oh. Mooie zwarte. Nou. Neem een zwart. Ja. Daaronder zit wat wit. Oh. Oh. We staan op de tv, aan de camera, op de tv. Want anders kunnen we... Straks even kijken vanzelf. Een zwart veulen. Een hele mooie, hè? Ja, een merrie. Nee. Ja. Heb je voor? Ja. Dank je wel. Ja, doe maar zo, hè? Doe met de elleboog. Goed zo. Oh, dank je wel. Nou, kom maar. Ik zei dat. Alsjeblieft. Nou, het is inmiddels de volgende ochtend. We hebben net beschuit met meisjes gehad, zoals jullie konden zien. En ik loop eventjes de schuur in, want we gaan eens eventjes kijken hoe het gaat met de pasgeboren dieren. Ja hoor. Wat met die partner? Ja. Ik vind het zo schattig. Ja, lief hè. Wat ben jij een klein schatje zeg. Ik ga gewoon in een eerste bak staan. Ja. Ja. Je mag maar weer instaan. Daarom was Tammy zo dik. Ja, er zaten babytjes in. Eén heeft de Tammy oortjes. Ja. Wow, wat schattig. Mooi, die gelekte oortjes. Ja. Donderdagochtend. Het vulletje heeft inmiddels helemaal uitgevonden hoe die moet drinken. Het gaat hartstikke goed. Wat een mooie het, hè? Kijk, wij gaan even samen vertellen wat Lu hier achter ons aan het doen is. Weet je nog wat hij aan het doen is? Zaadjes planten. Ja, en wat voor zaadjes? Zonnebloemzaadjes. Ja, zonnebloemzaadjes. Mooi hè? Dus over een paar maanden staan hier hele mooie zonnebloemen. Dat is leuk. Kijk, daar gaat hij met een heel ouderwets zaaiapparaatje. Kijk, het veulentje mag vandaag voor het eerst naar buiten. Heel spannend natuurlijk allemaal. Kijk eens wat prachtig. Daar staan ze dan. Kan wel hard ook. De rust die is weer helemaal teruggekeerd. Het veulentje is moe van al die indrukken en ligt lekker te slapen. Nou, wij gaan hier flink genieten van al dat nieuwe leven. Ook heel leuk dat bezoekers weer mee kunnen genieten.
Nou, ik ga de vlog weer afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het echt een hele leuke week. En dan zie ik jullie graag weer de volgende keer. Doeg!